Het is vandaag vrijdag. Shit. De 27e. Vrijdag 27 maart. En ik zit hier tegenover Adria. Alex dat is Jan, dat was vorige week. Adria van den Hoof zit tegenover mij in het scherm via Skype. Met een heel mooi kunstwerk achter jou. Ja, fantastisch. Van Salventius. Dat is een Hollandse tekenaar. Ik heb het wel graag. Die op Instagram maakt die prachtige tekeningen. En die tekent alles in één lijn. Ja. Ja, ben ik grote fan van. Ja, ik zie dat. Dat vind ik ook mooi. Dat doet mij een beetje denken aan die Hanko Kolk. Ja, tuurlijk. Die van Single. En dan Gilles de Geus. Vroeger Gilles de Geus. Ja. Altijd grote fan van geweest. En die heeft ook zo'n soort stijl met hele simpele lijnen. Zo. Vind ik ja. Ik zie dat graag. Dus ja. verzamel jij nog veel? Ja, natuurlijk wel. Ja, ik verzamel nog veel kunst. Anders zal ik een virtuele rondleiding doen. Ja, als je wil, ja. De kunst die ik bezit, namelijk. Ja. Dit is een prachtig werk van... alleen ben ik zijn naam kwijt. Zeer bekende kunstenaar. Laten we eerst naar Ever Meulen gaan kijken. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja, dat is echt heel mooi. Dit is van een Lierse kunstenaar. Dit is Lier eigenlijk. Oh ja, oké, nice. Ja, ja. Dit is van de man die Le Chat. Ja, en ook Kuifje. Ja. Oh, ik zie mezelf in de reflectie. Echt? Kom. Ja, in de reflectie. Ja. En... exclusief misschien, voor de peoples in the house. Yes. Peoples in the house. Ik ben dus ook zelf heel veel aan... kunstenaar, ja. Kunstenaar is veel gezegd, fokken. Je moet een kat een kat noemen. Maar... nee, ik ben zelf terug heel veel aan het tekenen. En dit zijn twee nieuwe werken waar ik mee bezig ben. Holy shit. Ja, dus dat is een kleintje. En deze is een grote waar ik nu aan het werken ben. Dat is cool. Dat is echt work, leuk. Ja, dat is gaaf, man. Work in progress. Sowieso. Hey, nice. Oh, wacht, hier. Ik zal bij mij, je weet toch, bij mij in de badkamer, ik zal hem even halen. Wacht even. Oh, mijn god. Heel raar. Dus skypen met Fokker zonder dat Fokker... Ah, kijk, die hangt er nog altijd. Fantastisch. Batman. Nee, wat ik daar juist... Ah ja, maar jij hoort mij niet natuurlijk. Zeg je? Ja. Nee, ik zei Batman. Dus wat ik daar net wou laten zien, dit werk is van Wouter Steel. Die is een fantastische kunstenaar. Je moet dat eens checken. Wouter Steel. Die woont in Antwerpen, maar hij is eigenlijk volgens mij een Leuvenaar. Ah, ja. Ongelooflijke dingen heeft hij al gemaakt. En nu... Zijn laatste werken zijn echt fenomenaal. Dat ga jij ongelooflijk vinden. Ja, ga ik wel checken. Nee, ja, deze die heb ik al sinds 2008, de Batman voor in de badkamer. Mm-hmm. 2006 bedoel ik, Batman. 2006? Ja. Geleden al, holy shit. Dat is bijna 15 jaar geleden dat jij dat gemaakt hebt. Ja, dat weet ik nog. Dat is altijd wel een... ik ben blij dat je eraan begonnen bent, want dat is altijd wel een talent wat jij had, wat je niet echt... die cartoons, je hebt ooit voor mij... Voor de P-magazine wat cartoons getekend. Dat is wel een talent wat jij hebt. Dat is een van de weinige talenten die je ook nog hebt. Waar je nog niet zoveel mee gedaan hebt. Nee, omdat ik vind dat andere mensen dat beter kunnen. In mijn hoofd, hè, is dat zo. Die kunnen dat ook goed. Maar ik denk dat jij wel een eigen stijl hebt. Ja, dat is waar. Dat begin ik nu te ontwikkelen wel. En nu ben ik op Instagram en Rolman begonnen. Dus dat is een wc-rol die allemaal leuke avonturen beleeft. Dat heb ik al gezien, ja. Dat is heel funny. En dan denk ik van, dat is ook wel iets dat ik... Dan denk ik van, misschien moet ik daar wel iets mee doen. En mijn broer ik heb altijd wel gevonden, want ik vind wel dat jij al van het begin al... Want je hebt mij ook 100 keer getekend. En de ene keer nog slechter en minder flatteus dan de andere keer. Maar het is wel altijd... Als jij ergens iets getekend hebt. Ik had per ongeluk, denk ik, ooit in Aalst een opschrijfboekje van jou gepikt. Ja, met tekeningen in van mij. Want dat was een leeg boekje, maar dat was ik alleen aan het schrijven, dat was ik aan het gebruiken voor mijn werk. Ja. En dan halverwege kwam, want ik wist niet meer dat ik dat gepikt had van jou. En halverwege kwamen daar ook, hier bijvoorbeeld, ook deze. Kun je dat zien? Niet zo goed. Ja, wel.
Ja, dat is inderdaad. En, dat is, en dan toen, als ik dat dan zie, dan weet ik onmiddellijk, ah ja, Van den Hoof. Dat is een, ja, van, ja. Dat is een Van den Hoofje. Hier, van, ja, dit helemaal zo, dit. Ja, ja, ja. Ah ja. Dat, is, ja, dat is typisch Van den Hoof, hè. Dat is de Van den Hoof-stijl. Ah, hier. Dit is ook wel een beetje, dit is al een beetje een voorstudie van je... Mannetjes tekenen, ja, ja. Van je mannetjes en van je kunstwerk, ja, voilà. Maar dat zijn eigenlijk veredelde doodles, zijn dat, hè? Ja. Laten we, want is dat was... zo begonnen dat je zo was, zat er, zo, ja, je... nee, ik was gisteren, bijvoorbeeld, ik ben dan aan het... Hier, het is trouwens de dingen van gisteren. Maar dus ik maak dat dan met tekenfilmpjes bij en zo, hè. Dat is Rolman van gisteren. Ah ja. Ja? Dat is cool. Maar dus dan, wacht hè, ik was gisteren nog iets aan het tekenen en dan denk ik van, ah ja, kijk. Dus dat... Ja, amai. Ja. Ja, en voordat ik het weet, zit je in dat, om het nu bijna poëtisch te zeggen, in dat soort universum van die mannetjes tekenen. Die mannetjes. Hé, dat is toch wel iets misschien, want dat is, ja, niet om het, dat klinkt heel, binnen de kunstwereld, klinkt dat heel denigrerend, mm-hmm. Maar het is ook heel decoratief. Dat ja, klinkt heel denigrerend, hè, maar dat nee, is nee, maar ik snap het, maar er zijn keiveel mensen, dat, als ik zoiets post daarvan, heel veel mensen die mij vragen, ah, kunnen dat niet bij ons komen doen, of kunnen we geen werk kopen, of kunnen we niet... Ja, voilà. Ik had zoiets iets gemaakt over tanden, en dan was er een tandarts die mij stuurde, kunde dat bij mij op de muur komen, en dan denk ik, ah ja, misschien moet ik dat wel doen, maar dat is zo de, ja, de volgende stap misschien, dat weet ik. Vind, ja, ik vind het wel grappig dat dat, je volgende, dat dat een volgende carrière move zou kunnen zijn. Dat zou leuk zijn. Een beetje de Kamagurka van de... comedy. Die zo... Omgekeerd eigenlijk. Ja, ja nee, die, hey, die ik was niet juist dingen aan het lezen. Dat heb ik gisteren toevallig in gelezen. En dat ligt hier nu ook heel toevallig, maar dat is ook echt. Ja, ja, ja. Bad Dads, ken je dat? Nee. Allemaal kunst geïnspireerd op de films van Wes Anderson. Ah ja. Onwaarschijnlijk. Oh. Echt onwaarschijnlijk. Dus allemaal mensen die kunstwerken gemaakt hebben. Van de films van Wes Anderson. Echt fantastisch. Zie je hoe... Oh, maar ja, een hele mooie Bill Murray, ja, zalig. Trouwens, hey, deze man. Heb jij die laatste, heb jij die met Isle of Dogs? Ah nee, heb je nog later zeker? Nee, nee, die moet nog komen. Er komt nu een over een nieuwszender of zoiets. Isle of Dogs heb ik gezien al een paar keer. Maar heb je deze al gezien? Dat is een hele mooie. Dus, ik volgde niemand op Instagram, namelijk Gorgeous George. Ik kan dat niet uitspreken. George, ja. Okay. George. He, dus dat waren allemaal illustraties. En ik dacht van, amai, hoe cool is dat? Dat zijn wel leuke tekeningen en zo. Dus ik had daar dingen van geliked. Ik moest spelen in Brugge. En ik kreeg ineens een berichtje van, ik kom kijken naar de voorstelling. Ik heb iets mee voor u. Zie ik u na de voorstelling? Ik dacht, alright, cool. Dus ik ga daarna in de lobby van de voorstelling. Of in de foyer in Brugge, in Schouwburg. En daar zat eigenlijk nog heel weinig volk. Dus de mensen vonden het ofwel niet leuk, ofwel... Moest naar huis, of goed, ja. En ineens komt er een meisje naar mij, of een vrouw, heel, heel timide. En zegt, ik ben Gorgeous George. Ik zeg, maar ik dacht dat dat een kerel was. Zegt, mensen denken dat, George. Maar dat ging naar mijn zoon, George. Ah ja. En, dus ik had een tekening geliked van haar, namelijk deze. Ah ja, van Bill Murray. Live Aquatic. Live Aquatic. Die heb ik gekregen. Van... Zalig. Mooi, hè? En staat die ook in dat boek? Nee. Nee, die staat niet in dat boek. Oké, okay, alright. Ik zal die wel opsturen naar dat boek. Als ze die erin zetten. Ja, als die er alsnog in zetten. Ja. Voor de revision. Een extra pagina. Hey, en tijdens de coronaperiode kun je jezelf een beetje bezighouden? Ja, het goede is dat ik eigenlijk... dus ik ben een jaar op tournee geweest, zoals je wel weet. I know. En... dat is gestopt net voor de kerst. En dan dacht ik, dan ga ik een paar maanden rusten. Ah, ja. En misschien tekenen en wat in mijn huis werken en toestand. Dus op zich komt dat voor mij eigenlijk wel... Het is wel oké, want... Je had niks anders gepland tijdens corona. Nee, niet echt. Zo een paar opdrachten die wegvallen. En hopelijk, want in mei en juni gaan we Switch terug opnemen. Denk je dat al in mei gaat lukken? Ik hoop het. Misschien zonder publiek en zonder kandidaten. Het zou een topshow zijn. Gewoon vragen stellen. Jij alleen die vragen stelt. Ja, vragen stellen. En dan zeggen, heel goed antwoord. En switch maar. Gewoon die cijfers. En er gebeurt niks. Op die cijfers, iemand zo 1 cent.
één iemand die zo in zo'n coronapak... Zeg, die cijfers had verplaatsen is... Dat drie staat zijn. Op de eerste plaats. Ja. Vijf is vandaag gewonnen. Morgen kijken we terug naar Switch en we zullen zien dat 1-3 staat en 2 op 4. Oh, dat zou wel een hele goed zijn. Wat een goede show. Ja. Hey, dat was ik nog aan het denken deze nacht. Weet je dat wij ooit iets bedacht hebben? Fokken en Nat gaan shoppen in Bagdad. Ja. Een soort sketchenshow over wij die paleizen gingen plunderen en ja, dat ik weet was, niet. Ja, we hebben dat bedacht, easy, 20 jaar geleden. Maar toen, tijdens de oorlog was dat? Tijdens de oorlog, toen het nog oorlog was. Toen waren we er beter aan toe dan nu eigenlijk. Ja. Ik was aan het denken, en dat klinkt nu heel onrespectvol en misschien onnozel, maar misschien kunnen we nu een show bedenken met ons twee en dan Fokken en Ad hebben nog geen corona gehad. En zo allemaal dingen doen die niet mogen. Ja. Dus niet bijeenkomen, met veel te veel samenkomen. Ik ga gewoon de hele tijd dingen likken. Een kleur, een deur klinkt likken. Ja. Of hoesten. Hoesten, in mijn hand hoesten en dan ergens opwrijven. Dat ga ik ook doen. Shit. Oh man. Want ik moet wel zeggen, allez, het is verschrikkelijk, hè, allemaal. Het is echt verschrikkelijk. Maar er zijn wel heel sommige funny dingetjes die soms worden doorgestuurd, vind ik. Ik moest heel hard lachen bijvoorbeeld met die Playmobil-mannetjes. Dat die ene zegt van, hoesten, moet je elleboog hoesten. Maar Playmobil, die kunnen hun elleboog hoesten. Ik wil niet bewegen. Je elleboog sokken. Moet je elleboog hoesten. Ja. Maar dus, daar moest ik wel heel hard mee lachen, omdat zeker dat andere Playmobil-manneke dan zei, onnozelaar. Moest ik keihard mee lachen. Ja. Maar dat is ook wel zo, als er dit soort dingen zijn, dan de creativiteit begint wel te borrelen bij iedereen, hè. Ja, dat is gewoon zo. Dat vind ik gaaf. Nee, ja, dus, ja, iedereen zit natuurlijk ook wel wat thuis. Zeker de creatieven, dus die hebben ook niks beters te doen momenteel, hè? Ja, dat is waar. Gisteren was er op Radio 1, ging het over dat de grootste, bijna filosofische werken, of zelfs wetenschappelijke dingen, zoals wat Newton, hè, met de appel en toestand en zo, dat die dingen allemaal bedacht zijn in tijden van ziekte of crisis. Dat dan mensen tijd hebben om na te denken of tijd hebben. Kan ik ook wel eens me voorstellen. Het is ook vaak zo, ook bij muziek. Ik bedoel, iets wat jou ook aan het hart ligt. Hip-hop is en punk zijn allebei bedacht in tijden van schaarste. En waarom zijn die hip-hoppers met hip-hop begonnen? Omdat ze geen instrumenten konden betalen en dan maar muziek maakten met platenspelers. Ja, omdat ze daar geld niet hadden. En punkers zijn ook begonnen omdat ze geen werk hadden en dan maar een gitaar vastpakken en begonnen te rammen. Zo beginnen gewoon hele muziekgenres beginnen zo. Omdat je, denkt, en ook om je ongenoegen te vocaliseren. Te zeggen van jongens, we pikken het niet langer. Nee, dat is waar. Dus dat is gewoon, ja. Gouden elk voordeel heeft zijn nadeel. Wat, hè, ja? Gouden tip op Netflix. Hip-hop Evolution, vind ik, je dat al gezien hebt. Ja. Fantastisch, vind ik. Ik heb niet al die afleveringen gezien, want ik ga daar zo kriskras doorheen. Ik doe dat niet zo achter elkaar, bintje, maar... Ik ben daar een beetje autistisch in. Dat is, ik begin bij één en ik eindig bij het laatste. Ja, nee, want dan was ik zo... Ah ja, dat ging over een hiphopper die me niet interesseerde. En dan dacht ik de Wu-Tang Clan wil ik wel zien of zo. Ik weet niet wie erin zat, maar hè, zo... Ja, maar ik vind dat wel. Dat is wel echt ongelooflijk. Ja, en die gast die dat maakt is ook echt... een hele leuke vent. Ik heb die ontmoet. Echt? Toen wij de Emmy hadden gewonnen van Sorry voor Alles, was die ook genomineerd. En dan heb ik daarmee gesproken op de receptie. Heb ik gezegd dat ik grote fan was. En dan zei hij, ja, maar hoe komt dat jij dat gezien hebt? Ik zeg, ja, dat staat op Netflix, hè. Ja. En die was heel verbaasd dat we dat in Europa ook konden zien. Dat wist hij niet. Nee, ja. Je dacht zo van, dat kan toch niet? Als dat die... Ik ben een enorme fan van Terrace House. Dan weet je misschien die Japanse reality toestand. Ja. En die babbelen daar ook soms over dat ze niet snappen dat Europeanen daar naar kijken. Omdat dat zo'n lokaal ding is. Dat die niet doorhebben dat er in Europa niet superveel, maar ook wel naar gekeken wordt. Ja, vreemd, hè? Maar ik ben echt wel geobsedeerd door die show. Zeg, ziekelijk bijna ziekelijk geobsedeerd, ja. Dat is echt iets waar ik echt de rolluiken voor sluit en gewoon achter elkaar doorbinge. Ik kan daar niet aan, ik moet dat echt voor gezien hebben, ja. Dat is echt Terrace House. Nee, ik heb
Ik had het onlangs nog met Marcel van Tilt over die zijn hip-hop documentaire. Dat is tuurlijk, echt, dat is echt legendary, hè? Dat is muziekgeschiedenis. Wat hier op DVD. Dat is, ja. In de States is dat, want zelfs in Hip-Hop Evolution wordt daar stukken uit gebruikt, toch? Ja. En dat is ongelooflijk. Wat die gedaan heeft, dat is legendarisch. Hoe heet het? Bram van Splunteren. Big City in de... Ja, de, Big Man in a Big City of... Big Tree? Ik weet het niet eens. Het ligt hier in de kast, maar... Ja. Maar dat is... Nee, dat, ja, dus, en dat duurt ook maar... In midden, begin jaren 80, midden jaren 80, 84 of zo, ja. Hebben die... En het verhaal is dat die sowieso naar New York gingen om, ik denk, Iggy Pop te interviewen of zo. Of zo, zo'n soort kerel gingen ze eigenlijk interviewen. En zo, ah ja, dan gaan we ook iets doen rond dat nieuwe hip-hop gegeven. En dan hebben die zo LL Cool J. En die wonen nog bij zijn moeder. Hè? Dat is ongelooflijk. Hup in de Big Town of zoiets. Shit. Ik ga het nu opzoeken. Fok. Ja. Wacht, hè. Hip-hop Marcel. Zou dat... Ja. Dan vinden we het wel, hè. Sowieso. Nee? Maar ligt er in de... dat is een fantastische... Alleen zijn naam staat er volgens mij verkeerd op gespeld. Is het zonder H op die DVD. Ik heb die ook. Big Fun in the Big Town, dat is het. Big Fun in the Big Town, voilà, dat is ongelooflijk, het. Ongelooflijk ja, documentaire. Ja. En nu ga ik een leuk verhaaltje vertellen over Marcel van Tilt. Namelijk, toen wij begonnen met Discobar Galaxy, meer dan 30 jaar geleden, draaiden wij altijd in de, dat heette toen nog de ABC, of de wat nu de Roomba is. Hè? Ja. Dus we draaiden, en ik was daar ooit eens op een feestje, of wij moesten daar draaien, ik weet het niet meer. En ineens kwam Marcel van Tilt binnen. En ik was helemaal starstruck. Ja. En ik dacht, oh fucking hell, Marcel van Tilt. En die had toen nog de show Tilt op tv. Ja, ja. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb gezegd, ja, sorry dat ik je stoor, maar ik ben mega fan van u. En vooral van de documentaire over hip-hop. En zei, ah, heb je dat gezien? En zo, ja, ik zeg, ik ben mega hip-hop fan. En ik ben blij dat iemand dat eindelijk op de kaart zet en toestanden. En dan zei hij, ah, ik zeg, ja, ik ben ook mega fan van Tilt. Ik vind dat een ongelofelijke show. En dan zei hij, ja, geef uw adres. Ik zal u een uitnodiging sturen. En hij heeft mijn adres afgegeven. En een week daarna kreeg ik zo'n grote bruine envelop. Die ligt hier nog ergens in mijn huis. Ergens. Serieus? Van Marcel, mijn uitnodiging om naar een uitzending te komen kijken van Tilt. Zalig. Ja, van achter zo. En zo van leuk van je te ontmoeten en toestaan. Ik heb hem dat al eens verteld, maar hij wist dat natuurlijk niet meer. Maar dat was wel, vond ik wel echt ongelooflijk. Ja, en ook, het grappige is dat er nu waarschijnlijk mensen naar jou toe komen. Dat ze fan van jou zijn. En, en dan komen naar een uitzending van whatever. Of een voorstelling of weet van wat. Hm? Dat is toch grappig hoe dat dan gaat, hè? Ja, en Marcel was mijn achterbuur als ik in Antwerpen woonde. Is dat echt? Ja, die woonde dus. We zagen elkaar 's morgens met de koffie aan het raam van achter. Toen jij in de dingen woonde, in de Graaf van Orenstraat. Ja. En woven we naar elkaar. Weet je dat nog? Dat er bij jou was ingebroken? Ja, dat was verschrikkelijk. Mijn ouders, ik weet nog dat ik was... Mijn ouders waren in Antwerpen en ik zat met mijn ouders iets te eten of te drinken of zo. En jij belde... Of ik belde jou, of in ieder geval jij belde, maar ik weet niet meer dat er was ingebroken. En dan ben ik naar jou gekomen. En mijn ouders die zijn naar huis gegaan, ben ik naar jou gekomen. Ja. En dan, want dit verhaal dat heb ik al vaak verteld. Dus ik ben bij jou op het appartement, alright. We gaan iets drinken in de hopper om even de gemoederen te bedaren. Want ja. Jij was, die inbreker was nog daar toen jij binnenkwam, hè? Ja, die was gaan lopen. Ik ben daarachter gelopen. En dan is hij gaan rijden. En dan heb ik had zo'n... Een van de eerste Nokia's, denk ik. Ja. En dan gebeld naar de politie terwijl die voorbij reed met zijn camionet en de nummerplaat gesigned. Ja. En dan zaten wij op het terras en dan stopte er ineens een combi. Een combi? Ja. Ja, nee, die reed je straat in. En hij zei, dat is voor mij. Ik zeg, zot. Die een beetje shit kwijt. Jij gaat naar daar. Blijkt dat ze die gast gevonden hadden. Ja, die combi is dan... Voor de hopper gestopt. Weet je dat niet meer? Ah, nee, dat weet ik niet meer. Ah ja, en die politieagent stapt uit en zegt, meneer Van den Hoof... Kunnen meekomen, want we hebben alles gevonden. En dan hadden ze alles... Maar die gast had gewoon alles in mijn huis. Dat ging van videocassetten tot... Het enige wat ik kwijt ben... Ja? Is mijn gouden 10 voor taalpen. Dat ben je niet. Ja. Dan moet je bellen naar Marcel van Tilt. Misschien heeft hij er nog wel een. Nee, presenteerde hij dat? Ah ja, die heeft ook nog gepresenteerd. Nee, dat was toen, denk ik, mij... Die prachtige blonde Hollandse presentatrice. Nee, die deed dat met twee. Ja, maar ik weet niet of dat Marcel was toen.
Er zijn verschillende presentatoren geweest. Ah, dat weet je. Ik dacht Tom Leenaerts heeft dat ook nog gepresenteerd. Ach, ik dacht dat dat altijd Marcel was. Nee. En ja, dat is het enige wat ik kwijt ben uit die overval. Was die echt goud of was dat een gouwere? Dat weet haast niemand. Nee. Maar dat is wel jammer dat ik die kwijt ben. Maar voor de rest, wat hij allemaal had meegepikt, bijvoorbeeld mijn Monopoly van Star Wars, had hij ook meegepikt en zo van die dingen. Dus dat was een hele slechte boef. Eigenlijk. Ja, of een verzamelaar. Een hele geïnteresseerde boef. Maar die had gewoon opgenomen videocassettes mee. Ja, en die had gewoon kleren in overtrekken. Had hij niet jouw petje op of zoiets? Ja, en die had mijn tv vast als ik binnenkwam. Een hele, hele vreemde ervaring. Je thuis binnenkomen en iemand anders met je tv ziet staan. Ja, en heel je huis daar overhoop ligt. En het grappige was dat ik daarnaar keek en ik dacht van, what the fuck? En die had dan een andere deur opengebroken en die was dan langs daar gaan lopen. Maar dat was bijna surreëel dat die daar stond. En dat je tot 5 minuten in elkaars ogen kijkt en denkt, wat zeg jij juist van plan? Maar het was blijkbaar een gast die al een week in de omgeving daar alles aan het leegplunderen was. Ongelooflijk. Ja. Is dat voor jou... Bij mij, toen ik op kot, dus in Antwerpen, mijn allereerste plek. Nee, de tweede kot, maar was in hetzelfde gebouw, maar tweede kot. Daar is ze ook ooit ingebroken geweest. En ik moet wel zeggen dat je, als je dat hebt meegemaakt, dat je de deur op slot en dat soort shit, sindsdien is dat wel, ben je daar wel een beetje paranoia over. Heb jij daar ook? Sinds die inbraak? Oh, nee, niet echt. Ah nee, ja, ik wel. Ah nee, dat heb ik niet. Nee, ik... Dat was heel goed. Een paar weken geleden. Hè, ik was dus in mijn huis. Ja. Daar is het terras. Hè, daar ja, ja, ja. Amai, en ja. Ik was iets in de vuilbak gaan gooien buiten. En de deur waait toe. En die valt in het slot. En ik dacht... Oh my god. Shit, het was ijskoud. Hè. En ik stond dus op mijn sloeven. In een t-shirt buiten. Ik dacht, ja, fuck, ik ga niet meer binnen. Dus dan ben ik langs de tuin over de muur moeten klimmen. Om dan achter mijn huis op de parking om naar voren te gaan. En gelukkig hierover is de beste crèmerie van de wereld, namelijk Crèmerie Jérôme. Die was al open. Dus ik daar binnen, ik zeg ja, ik kan niet. En ik heb net de nieuwe voordeur, dus niemand heeft de sleutel niemand van de voordeur. Heeft de sleutel. Behalve mijn poetsvrouw, maar die kon ik niet bereiken, want mijn gsm lag binnen. Ah ja. Dus oké, dus bellen dan daar in de crèmerie, gebeld naar een slotenmaker. Ja. Die zei van ja, ik ben er over een kwartier. Een uur en een half later zat ik nog in de crèmerie. Al 25 crèmes. 20 koep Braziliëns. En 18 van Hanna Splits. En oké, die Charles komt eraan. Lieve kerel. En die kijkt naar mijn voordeur en die zegt... Ah ja, dat is zo'n nieuwe deur. Met zo'n extreem veiligheidsslot. Ik heb eigenlijk... Ik ga je dus even laten zien. Mijn voordeur is van Batman. Ik ga je dat nu laten zien. Van Batman? Ja, wacht, wat is daar iemand voor mijn huis? Fortress of Solitude. Ja, de Fortress of... Nee, dat is van Superman. Hè? Dat is van Superman. Nee, mijn voordeur is gemaakt door Batman, denk ik. Maar dus, die zegt ook, die Charles... Sorry, daar kunnen we niks van doen. Dat gaat niet. Krijg je dat niet open? Hè? Ik zeg maar, allee, kerel, dat is wel de bedoeling. Je bent een slotenmaker, je moet dat wel open doen. It's your job. Ja, zeg, nee, dat gaat niet. Dat gaat €800 kosten. Ik moet dat helemaal open boren. En, ik zeg, oké. Okay. Kerel, heb jij goesting om mee over de muur te kruipen? En die zegt, oké. Okay. En dan zijn we rondgegaan, is hij mee over de muur gekropen met twee ladders en toestanden. En dan heeft hij mijn achterdeur open gedaan, waar gelukkig maar €300 kostte en een nieuw slot. Maar dat was oké. Okay, maar nu ga ik je laten zien. Dus dat is de soort kluisvoordeur dat ik heb. Doe dat niet dicht aan de verkeerde kant, hè? Nee. Kijk, dat zijn de mensen van... Dat zijn de mensen van... Lucky en Tatjana. Zien ze? Ja, in de verte. Ja. Ik ben aan het skypen met Fokker. Moeten van Tatjana, ja. Voilà. Dat is dus Crèmerie Jérôme. Dat zijn de beste ijsjes van de wereld. Voilà. Alright. Het is mijn reclame voor jullie ook en zo. Hè. Kijk, hè. Kijk nu mijn voordeur, Fokker. Kijk hier, hè. Kijk, zie je het? Dat is de voordeur. Oh ja. Ja, oké, okay, ja. Zie je het? Ja. Batman, wat dat is? Ja, dat is echt Batman. Ik ga het nog eens doen, hè. 1, 2, 3. Yes. Precies een havik, zo'n soort vogelbek. Goed, hè? Maar dus... Ja, dus dat is onmogelijk.
Dus wat je nu wel gedaan hebt, is op een podcast verteld dat de inbrekers via de achterdeur moeten komen. Nee, want daar kun je ook niet binnen. Die gast is daar 1,5 uur mee bezig geweest. Ah, serieus? Ja. Dus... Nee, want toen in mijn vorige appartement... Dat was my point eigenlijk. Ah ja? Dat ik gezien heb hoe moeilijk het is om in mijn huis binnen te gaan. Ah ja, oké. Dus ook met de achterdeur is hij heel lang bezig geweest. Ja, superlang. Ja. Ja, nee, ik heb mijn vorige samenwoon... Mijn laatste samenwoonproject... Ja. Ik was alleen thuis. En ik had me dan ook buiten gesloten. Was ik bij de buren even gaan zitten. Ook sloten maken. Was midden in de nacht. Ik kwam thuis en mijn sleutels lagen nog binnen. Zo was het. Ik kwam van de Joker. Ik kwam thuis en ik was mijn sleutels binnen vergeten. Slotenmaker gebeld. Die komt aan en die zegt... heb jij hem op slot gedraaid? Ik zeg ja, nee, want ik heb hem gewoon dicht gedaan. Want mijn sleutels liggen binnen. Dan kan ik hem niet op slot hebben gedraaid. Ah ja... Die pakt een stuk dik plastic. Ja. Doet even tak, tak, tak. En die deur was open. En daar was ik wel eventjes van verschoten. Ik zeg van ja, als deze slotenmaker dat kan, dan kan om het kan even. Iedereen. Dan kan iedereen dat. Dus echt wel vanaf toen en nu altijd. Slot echt goed op slot en 2 keer doordraaien. Ja. Want dan is het een heel stuk moeilijker. Maar als je hem gewoon de deur dicht doet en denkt, hij is dicht. Dat is niet op slot. Dat is heel duidelijk op slot. Wel nee, maar dus dat heb ik nu wel gemerkt. Dat was wel ook geruststellend wel dat die kerel zei van, hier ga ik niet binnen. Hier ga ik niet binnen. Nee. Voilà, oké. Dat is heel helder. Voilà. Heb jij nog, ik had gevraagd aan jou of je misschien voor de mensen die thuis zitten en niet weten wat te doen. En ze hebben alle podcasts en alles bekeken en gezien en geluisterd. Wat, of jij nog tips had voor de mensen om te lezen, te bekijken, te whatever. Ik ben gisteren gaan fietsen. En ik was verbrand ook, zoals je ziet. Ja. Nee, het was heel leuk. Nee, fietsen is leuk. Wacht, hè. Ik heb een ongelooflijk boek gelezen, en dat moet jij ook lezen. Ja. De Mens, van Tom Phillips. Een kleine geschiedenis van onze allergrootste fuck-ups. Ken je dat? Nee, nooit gehoord. Fokker, jij gaat dat fantastisch vinden. Kleine geschiedenis van de allergrootste fuck-ups, ja. Daar... Een duizelingwekkende reis door de geschiedenis van de falende mens. Over alle fouten die we gemaakt hebben als mens. Hieruit. Ik ga u 2 anekdotes al vertellen. Namelijk de eerste. Dus ik zag dat boek liggen. Ik dacht, ik lees in de winkel het eerste verhaal. Ik denk, yes, top. Het eerste verhaal gaat over Sigurd de Verschrikkelijke. En Sigurd de Verschrikkelijke was een of andere Noorman ergens waarschijnlijk. Hè? Ja. En die had boel met een andere kerel. Dus die rijdt met heel zijn cavalerie daar naartoe om die in de pan te hakken, zoals ze dat zeggen. Ja. Die gaat die kerel aanvallen. Die wint, die kapt in zijn kop af. En als trofee hangt hij in zijn hoofd van die slechterik aan zijn zadel van zijn paard. Die rijdt... As you do. As usual. As people do. Hè? Ja. Dus die rijdt terug naar huis. Die komt thuis en die heeft een beetje pijn aan zijn rechterbeen. En die denkt, oei, oei, wat is er hier aan de hand? Die doet zijn broek uit waarschijnlijk en die kijkt en heel dat been is ontstoken. Want blijkbaar had zijn rivaal, die dus aan zijn zadel hing, een ontsteking aan zijn tandjes. En die was de hele tijd met zijn tanden, tijdens het rijden, was die kop eigenlijk met zijn tandjes in die zijn been beginnen bijten. Pakken. Ja, nee, bijten niet, dus door het paard te rijden. Ja, ja. Tandjes in. Dus heel die zijn been was ontstoken en 3 dagen daarna was hij ook dood. Nou, Top verhaal. Dood door hoofd. Ja, Sigurd de Verschrikkelijke. Ja, verschrikkelijke lomperik. Er staat ook een heel verhaal in over het feit dat er een grote kraaienplaag in New York is, nog altijd. Dus, maar er waren geen kraaien in de Verenigde Staten. Maar er was een of andere Charles die helemaal obsessed was door Shakespeare. En in stukken van Shakespeare komen al wel eens kraaien voor. Ja, en die dacht, we hebben dat nodig in dat stuk. Dus die ging een stuk regisseren of zo, ik weet niet hoe dat... Dus die importeert kraaien uit Engeland, die dan in een kooi zitten, waarschijnlijk in dat stuk. Die kraaien ontsnappen. Grote kraaienplaag in New York. Ja, die hebben geen natuurlijke vijand of zo. Dus nee, dan hebben ze haviken ingezet. Kraaien te vangen. Maar die haviken zijn... En nu is er een havikenplaag in New York. Want die haviken, hè, die vangen duiven, maar die vangen die kraaien niet. Nee. Dus dat is een groot... Ja, nee. Maar dat vind ik fantastisch, dat je zo'n verhalen
Ja, dat eigenlijk is leuk om een voorstelling over te maken. Ja, ja, ja. Over dat soort fuck-ups die we als mens gedaan hebben, dat je denkt van, ah ja, shit, we zullen dat maar importeren. Ah nee, fuck, dat is helemaal, dat klopt niet. Ja, ja, dat gebeurt. Dat zie je nog, hè, dat de mensen inderdaad dieren uit de context halen, importeren. Ja, die hebben daar geen natuurlijke vijand, dus die kunnen gewoon doen wat ze willen. En dan blijven er te veel, hè, want dan kunnen ze gewoon zonder problemen. Ja, die natuurlijke orde moet je niet te veel opfokken. Blijkt achteraf door schade en schande. Ja, en de naam Sigurd de Verschrikkelijke vind ik op. Is een heel. Hele ja, goede naam ook. Ja. Jan-Pieter, de hele, hele nare. Dat is wel een tegenstrijdige. Hey, is het eigenlijk gedaan met je voor? Is je, was het tot kerst, was het de reprise? Is je voorstelling afgelopen? Ja. En komt er weer een volgende? We zijn al bezig voor een volgende? 21 januari is de première. Dus je moet de weken ervoor een beetje tijd hebt om mij weer een strenge regie van Fokker van der Meulen. De weken ervoor. Toch wel de maanden ervoor misschien. Hey, dus 21 januari ga je weer gelijk de boer op. In Leuven, ja. In depot. Hey, en hoe heet die? Want die naam is er al dan. Ja. Je weet het nog niet. Ik ben het vergeten, denk ik. Het zal schoon zijn als Tavis. Juist, ja. Nee, ik wist het wel. Ja. Klopt. Ja. Het zal schoon zijn als Tavis. En ik heb gevraagd aan... dat mensen moeten zeker checken op Instagram. Straatletters. Ken je die kerel? Nee, ook kerel, niet. Een kerel uit Leuven. Ongelooflijk. En die schrijft gewoon teksten op de muur. Zo van, komt goed. Ik ben... jij met uw blij bakkes. Hij nu doet is... hij vraagt aan mensen om zinnen door te sturen. Die hij dan gewoon op de muur schrijft. Heel schoon. Super simpel. En dat wordt de affiche. Ja, ik heb aan hem gevraagd. Ik zei van, ja, ik ben fan van u, maar ik zou graag hebben dat je de affiche van mijn voorstelling maakt. Hey, ik vraag ook altijd aan mensen waar ik mateloze bewondering voor heb om de affiche te maken. Ja. Dus de eerste drie zijn door Erik Kriek gemaakt. Erik Kriek heeft dat heel mooi gedaan, hè? Ja, echt wel. En dan de volgende hebben Dimitri van Zeebroek en Tom Houtkiet samengemaakt. Die hadden ook elkaar nog nooit samengewerkt, dus dat was heel leuk. En de vorige affiche heeft Otto gemaakt, mijn zoon. Ja, jouw zoon, ja. En nu heb ik dat aan hem gevraagd, omdat... ik vond dat echt een zin voor hem. Het zal schoon zijn als Tavis. Ja. En hoe dat we het gaan doen, dat weet ik nog niet. Ik heb hem gevraagd, misschien als je ergens een stuk afgebroken fabriek of eender wat zie, schrijf het eens een paar keer en maak er een foto van. En dan zien we wel welke dat we kunnen gebruiken. Ja. Of misschien moeten we er een maken dat, waar Pele en ik bij staan. Dat weet ik nog niet. Ja, want Pele gaat Pele, ja, ik wou net zeggen, Pele gaat ook mee. Ja, voor de we mensen krijgen daar subsidie voor, hè. Dat is een projectje, hè. Nee, dat is een topkerel. Want ik, dat was ook weer typisch, ik had naar Jimmy gebeld. Ik zeg van ja, de Fokcast gaat nu ook af en toe over film. En ik wil dan eigenlijk een ander melodietje hebben als het over film gaat. Ja. Dat de mensen horen, dit is een filmaflevering of dit is een... dat je het eigenlijk al direct weet. En de Jimmy zei, ik zeg, heb je nog iets liggen van Callboys of iets wat je niet gebruikt hebt, wat je me kunt bezorgen? Hij zei, nee, dat heb ik niet, maar Pele heeft dat wel. Dus ik heb naar Pele gebeld en een paar uur later zaten er drie fantastische nummers in mijn mailbox. En ik heb er daar één van gebruikt en dat is nu het nummer wat ik op de podcast, op de podcast zet. Als het een film-related onderwerp is. Okay. Dus ik heb nu dan... zijn er twee verschillende... Het is gewoon allemaal Fokcast, maar het een heeft een ander melodietje. En dat is echt zo heel filmisch, heel typisch filmisch. Dat kan Pele krijgen, hoor. Voor de mensen die Pele niet kennen, Pele is Tom Peters eigenlijk. Een goede vriend van mij, een muzikant en psychiatrisch verpleegkundige die mee met mij op tournee gaat. Ja. Zelf ook een beetje... Wat als de patiënten het asylum overnemen? Dat is Pele, en die, dat is nog een goed verhaal, Fokke. Dus Pete is mega Ennio Morricone fan. Hè? Ja. Die weet alles van Ennio Morricone. Hè? Terecht, die verzamelt al die platen. Het is onwaarschijnlijk. Ja. Hè? Ongelooflijk. En ik heb trouwens een geweldige plaat van Pele gekregen nog. Van Ennio Morricone. Echt super, super. Amai, mijn computer heeft warm. Zelfs gaat die ontploffen. Ja. Maar... het goede aan de Pele is, hij had mij uitgenodigd om mee te gaan kijken naar Ennio Morricone. Hè? Dus ik zeg, oké, dat is goed. Dus we gaan naar het Sportpaleis. Ah, ja. En we zitten daar.
Dit is denk ik de laatste keer dat hij dat ging komen spelen. Ach, ik ben ja, ja, die man is, die is 500 jaar oud. 85. Kijk, een mooie plaat. Alright, Morricone Groove. Mooi, hè? Wat een mooie hoes, man. Ja, super funky. Super. Die heeft ook echt, echt ongelooflijke funky dingen gemaakt. Hè? Ja. Maar dus, we zitten daar in het Sportpaleis naar Ennio Morricone te kijken. Dat is fantastisch, want dat is dus een gigantisch orkest. Een koor van 200 man. En geef je die beelden erachter wel eens? Nee, niks. Niks. Het is gewoon ene lichtstand. Dan komt dat oude ventje zo opgewaggeld. En die begint dan. Hè? Ja. En de Pelé, as you know him, die stopt niet met babbelen, Pelé. Dat is heel goed, hè? Dus die is van Kemp, die is van Mol. Dus die babbelt heel de tijd. Dus na elk nummer zei hij, nu gaat deze komen. En deze is van die film en dit en dat. Dus die begon uitleg te geven aan mij. Maar op den duur zaten alle mensen die rond ons zaten, allemaal op de Pelé, bij wijze van spreken. Omdat hij daar alles van weet. De duiding, hij gaf even de duiding. De duiding, even een soort gids in het Ennio Morricone. Gids in het leven en werk van Ennio Morricone. Maar hij hield toch wel zijn mond tijdens de uitvoering? Ja, dat wel. Ja, maar soms zijn wel... Ah, nu mogen we niet klappen. Nu. Dat zei hij dan. Zei hij tegen mij. Nu mogen we niet applaudisseren, want dat gaat door. En dat was dan inderdaad, dat was volgende nummer. Dus Ennio Morricone, wat wel ongelooflijk is, geeft zelf aan wanneer je mocht applaudisseren. Dus dan draait hij zich om en dan buigt hem en dan mocht je applaudisseren. Maar er zijn stukken dat je niet mocht applaudisseren. En achter ons zaten... En achter ons zaten twee vrouwen die duidelijk tickets hadden gekregen of gewonnen. Of, kan ja, dus die waren er doorheen. Die hadden zoiets van, what the fuck, ja. Hè? Maar dus die waren ook wel gefascineerd door de Pelé. Dus die vroegen op een gegeven moment, ja, hoe komt dat jij dat allemaal weet? En zei de Pelé, omdat het een tiende keer is dat ik deze gezien heb, ja. Die had dat al zoveel gezien. Die kennen dat van buiten helemaal. Maar heeft die voorstelling al zo vaak in België gespeeld? Of is die het gewoon op andere plekken ook gaan kijken? Nee. Die is helemaal fan van. Die kent dat helemaal van buiten. Samen. Maar het was wel, moet wel zeggen, ik vond het wel fascinerend. En hoeveel van die nummers? Want je kent dan ook wel bijna alles waarschijnlijk. Want alles. Die heeft ja, maar heel ook veel dingen niet. Ah ja. En omdat je maakt. De mensen kennen allemaal zo de Good, the Bad and the Ugly. En How the West Was Won. En, ja. Maar en dan hij heeft ook een paar dingen voor Tarantino gedaan. Hè? Voor die latere films van Tarantino heeft hij ook een paar gemaakt. The Hateful Eight. Dat was wel ongelooflijk. Na de pauze begonnen ze daarmee. Dat was fantastisch. Dat is met die grote trom zo. Ja. Dat was van ongelooflijk. Maar hij heeft ook nooit een Oscar gewonnen, hè, denk ik. Dat is ongelooflijk, ja. Ja, dat is vaak zo, hè, dat soort mensen die dan heel belangrijk zijn voor hun vakgebied. Lifetime Achievement Award gekregen of zo. Ja, die geven ze dan meestal. Als we doorhebben van, oh fuck, het gaat niet meer gebeuren, dan geven ze die rap. Zo van, hier, voor je hele leven, voor alles. Ja. Maar nooit voor één project. Maar dat was wel, ik was er wel echt van onder de indruk. Ik had ook nooit gedacht dat je zo, dat duurde 2 uur en, denk ik. Ja. Dacht zo, ja, gezellig wel. En wat wel heel schoon was, dat ze, dus je had twee schermen, en ze zoomden altijd in op de muzikanten die het belangrijkste waren in dat stuk. Ah ja. Dus bijvoorbeeld, dan hadden ineens zo de fagot, zeg nu maar iets. Ja. En dan zag je wel hoe dat die mensen echt aan het werken waren om dat goed te doen. Dat vond ik wel... En stond hij dan ook nog echt te dirigeren, of was hij er gewoon bij? Nee, hij staat echt te dirigeren. En in hoeverre dat dirigeren heb ik altijd iets heel dubbel gevonden, eigenlijk. Ja, ik vraag me ook af of die, is dat dan, kennen die hun partituur al gewoon? Want je kunt toch niet en je partituur lezen en naar die man kijken? Ik kan niet twee dingen tegelijk wat dat betreft. Dus ik vind dat altijd alleen... Is het werk van een dirigent niet tijdens de repetities? Is dat tijdens het voorspelen ook nog? Ik weet dat nooit zo goed. Ik denk het wel, hoor. Ik denk dat hij ook wel nog het ritme en zo wel aangeeft. Ik denk dat ook wel, maar het blijft toch een mysterie, een beetje. Voor mij ook. Dus als mensen kijken en die kennen er iets van, laat het misschien laat weten. Laat iets weten in hoeverre dat dirigeren... Of dat ook tijdens de voorstelling nog iets is. Ja. Of dat niet alleen tijdens de repetitie. Met El Tatu del Tigre, dan deden wij alsof we dirigeerden. Peter van den Begin vooral. Die kon heel goed doen alsof hij dirigeerde. Ja. Maar er was ook niemand die daarmee bezig was, natuurlijk. Maar, ik moest onlangs nog kaart denken aan El Tatu del Tigre. Want dat is toch ook alweer bijna 20 jaar geleden. Hè? Dat is echt easy 15 jaar geleden. Die Zubizu.
Dus die burleske danseres, die ook die doet zo. Ah ja, die in de Joker en, geweest. Ja, die was in de Joker. En die gebruikte twee liedjes. Op een gegeven moment, hè, die doet comedy en die vertelt en die doet van alles. En aan het einde van de act deed ze ook een burleske act. En een van die nummers werd ook door het El Tatu del Tigre gespeeld. Echt? En nu ben ik vergeten, want ik heb het er toen nog gevraagd. Mm-hmm. En nu ga ik het eventjes snel opzoeken. Want dat was een heel echt, ook echt een heel goed nummer. En ik weet dat Esmee Bos dat zong. En dat ah, ik weet heel wel veel... het nummer van Ima Sumac volgens mij. Ja. Zo, zo, ja. Zo heel hoog gezongen. Ja, zo. What you do? Nee, ik kan niet zingen. Fuck you. Fuck you, gast. Nee, wat ik daar vooral gaaf van vind, zijn wat zijn dat, saxofoons of de koper die... Die er zo onder zit. Ja, dat. En zij gaat dan zo... Hoger en hoger. Ja, dat is van Ima Sumac. Ja, dat is ongelooflijk. Hoe daar is mee dat song ook. Maar dat ja, die kon er ongelooflijk goed zingen. Want dat is heel moeilijk. Daar zitten 27, ik heb het verteld, 27 toonladders zitten daarin. Echt waar? Nee, weet ik veel. Maar dus... maar, dus dat is do, re, fa, sol, la, si, do, i, b, c, d, d, a, b, u. Dat zijn nieuwe noten. Nieuwe, daar zitten toonladders die niet bestaan. Absoluut. Ook waanzin. Op waanzin. Ik kan het niet meer terugvinden hoe het liedje heet, maar het is... Hoe heet die mevrouw? Ima Sumac. Ima Sumac. Ja. Ja. Het is de Five Bottle Huppeldepupper, zoiets is het, denk ik. Maar ja, dus toen moest ik denken... En toen moest ik denken aan El Tatu del Tigre. En dat ik toch mee ben geweest op tour. En dat was toch wel heel bijzonder eigenlijk, hè? Oh, dat is fantastisch, was dat. Ik zou zo graag een reunie doen, maar... Er is zo waar... weerstand, om het zachtjes uit te drukken. Ja, en is ook niet toen de enige wat oudere persoon in dat gezelschap, ja, Theo. Toen nu zijn we allemaal oud, Theo Mertens heette die man, hè? Die is ja, overleden natuurlijk, dus die is er ook niet meer bij. Nee, daarom hebben we zo'n afscheidstournee gedaan, waarin dat we ook een eerbetoon aan Theo hebben gedaan. En, ja. Dat was heel ontroerend, maar ook heel schoon. Dat was ik helemaal vergeten, maar iemand wees mij daarop onlangs, namelijk... Dat we de afscheidstournee begonnen met Peter van den Beginn en ik, hè, Pedro El Comenzar en Adriano Del Jardino. Ja, ja, zo waren ja. Onze namen. En dat we de afscheidstournee begonnen, weet ik nog, in de AB. Dat we daar stonden alle twee met die hoeden en die brillen en die kostuums. En toen, en dat op een gegeven moment zeiden, ladies and gentlemen, we have to confess something to you. En dan deed Peter zijn bril uit en ik ook mijn bril uit. En zei, ja. Dames en heren... Wij zijn niet van Cuba. Ik ben gewoon Adriaan van den Hoof en dat is Peter van den Beginn. En we hebben jullie al jaren aan het lijntje gehouden. Wij komen niet uit Cuba. Laten we daar nu eerlijk over zijn. Dat vond ik zo'n goed begin van de show. Ook, omdat dat is heel funny. Maar ik weet, de eerste keer als wij op Werchter speelden, dat heb ik tegen Alex ook verteld. In de AA. Ja. De eerste keer dat wij op Werchter speelden, sloten wij af in de Marquee. En we hadden nog maar twee keer opgetreden of zo, denk ik. Ja, ja. En dat de volgende dag mensen naar mij kwamen en zeiden... Adriaan, gisteren hebben we niets gezien, dat moet jij zien. Ik zeg, ja, wat? El Tatu del Tigre. Dat moet jij zien, dat is echt iets voor u. Die hadden niet gezien, jij dat was? Nee, tuurlijk niet. Maar niemand kende ons ook. Dus iedereen ging ervan uit van, oh shit, die komen... Hè, dat is zoals de... We moesten ooit optreden na de Gypsy Kings. Dat heb ik ook verteld tegen Alex. Ja, omdat die Gypsy Kings in Spaans tegen ons begonnen. En dat Peter en ik zoiets hadden, ja... Non comprende. Donde esta la biblioteca? Hey, oh, ik weet ook nog, was daar ook op Werchter, dat was ook op een festival dat ik erbij was, dat Peter wat zeg je? Je poep slaapt? Dat jij in een tent hebt geslapen. Dat ik in een tent heb geslapen, dat was heel vervelend. Dat was de laatste keer dat ik in een tent heb geslapen. En ook dat Peter van enthousiasme op de piano sprong en daar begon te dansen. En dat die piano heel veel schade had. Helemaal kapot. Die piano was helemaal... Ja. Die had dat gezien op een film en die dacht, dat ga ik ook doen. Maar dat is niet de bedoeling.
Want hij is die, de Fabulous Baker Boys, hij is die, weet ze daar. De piano was helemaal kapot van boven. Ja, just. Ja, dat was echt, dat weet ik nog, dat Dirk, de manager, die was helemaal over de rooien toen. Dat was echt... hey, voor mij is dat ook altijd een beetje verbonden aan diezelfde tijd aan de Kakkewieten. Want El Tatoe de Tigre is toch de Kakkewieten, maar dan een beetje uitgebreid en muzikaal. En er zitten een paar mensen wel en een paar mensen niet in. Maar ik vond, er zit ook een hoog Kakkewietengehalte in, hè? Ja, dat was altijd het moeilijke van, is het humor of menen we dit? Ja. Dat was een heel dunne grens, toen we bij de Kakkewieten. Dat is gewoon waanzin. Ik herinner mij nu ook, het rare is, de laatste voorstelling die we bij de Kakkewieten hebben gespeeld, was een heel rare voorstelling geschreven door Koen de Grave. Ging over het einde der tijden, over mensen die in een soort bubbel zaten ergens. Die op het einde ineens heel veel haar kregen ook en zo van die toestanden. Ja. Dat was zeker nu met de sluiting van de kapsalons, dat gaat gebeuren nu. Hè? Dat mensen ineens zo helemaal... Hè? Helemaal behaard worden. Helemaal... Ja, dat is gewoon de realiteit nu. Ja, gek, hè? Gek. Ik was in dingen op. Misschien heb jij dat ook al gezien. Op Netflix, hoe heet het nu weer? Een documentaire aan het kijken over. Ja, over 100 jaar geleden is er ook zo'n grote griepepidemie geweest. Ah, nee, ik probeer al dat soort films juist te vermijden. Omdat ik hoef daar niet. Zo'n pandemic of zoiets. Ja, pandemic. Ja. En waarin zo profs aan het woord zijn en mensen die zo vaccins bedenken, maar ik was er eergisteren aan het kijken en dat is een vrouw die dan ook zegt van, 100 jaar geleden konden dat wel indijken, omdat je bevolkingsgroepen kon afscheiden en dit, maar nu, als dit opnieuw gaat gebeuren, maar dat is dus een paar maanden geleden opgenomen, hè, ja. Als dit opnieuw gaat gebeuren, we gaan dat nooit kunnen indijken, omdat de mensen over heel de wereld reizen en toestanden. Ja, absoluut. Dus die vertelt dat, terwijl dat je daar nu middenin zit, waar iets heel absurd is. Gisteren zag jij in Is er een dokter in de zaal? Ja, ik heb het gezien, ja. Op tv. En daar zat een vraag in over waarom de pest in Milaan minder hard was doorgebroken. Omdat de mensen hun huizen dicht hadden gemetseld. Ja. Dat was een vraag gisteren in Dokter in de Zaal. Ik heb het gezien, hè? En dat werd ineens heel actueel. Zo van, zie je, lockdown werkt. Dat hebben ze in Milaan in het allerextreemste gedaan. Maar op die manier werkt het wel. Kom je kop niet meer uit. En die shit is minder erg. Tuurlijk, maar het is wel jammer... Omdat Dokter in de Zaal hebben we maanden geleden opgenomen. Ja. Dat je het daar dan niet over kon hebben. Aan de andere kant is misschien... De Geubels zei zelf tegen mij van... Misschien is het wel prettig dat het er eens even niet... over gaat. Ja, okay. Omdat het al... En bij mij ook. Het beheerst toch je dag wel een beetje of zo. En ja, natuurlijk. Hoeveel mensen zijn er nu weer overleden? En hoeveel mensen zijn er nu weer? Want in Amerika is het ook helemaal uit de hand aan het lopen. Wat dat betreft. Dus het is wel extreem. Ik bedoel, het is misschien ook wel eens prettig dat het er even niet over gaat. Nee, dat is waar. Is er nog iets wat je de mensen wil aanbevelen? Ja, ik krijg hier juist een sms binnen die ik niet goed begrijp, maar... Nee, prima. Soms kunnen mensen zo antwoorden op dingen en dan denk je, maar wat bedoelde ik? Maar wat ja, sowieso. Charles, ik ga je nu een ongelooflijke zin voorlezen. Ik heb hem al eens gepost op Instagram. Namelijk dit boek... Die jij misschien al wel gelezen. Toevallig liggen die er ook allemaal. Ja, ongelooflijk hoe je dat doet. Always Look at the Bright Side of Life van Eric Idle. Ja, misschien een boek, zeker voor in deze tijden. Dus voor in deze Idle, tijd sowieso. Van Monty Python. Idle, die ik onlangs gezien heb in... Oh ja, in... ken je National Lampoon's Vacation met Chevy Chase? Dus je hebt de eerste is gaan ze naar Wally's World. Hè? De tweede is European Vacation. Eric Idle zit daarin. Eric Idle is daar ook een toerist in. En die komt eigenlijk de hele film zo wat door terug. Zeer funny. National Lampoon's European Vacation. Eric Rare Idle. Films zijn dat eigenlijk, hè? Die zijn fragmentarisch. Die zijn heel... een Europese valt nog wel mee. Maar dat zijn echt sketches eigenlijk achter elkaar. Maar Chevy Chase is fantastisch. Vertel. Fantastisch boek. Het eerste ding is al heel goed. Life has a very simple plot. First you're here and then you're not. Dat is een waarheid als een koe, zoals ze zeggen. Dan, nog een betere zin. Ja. Echt, het is echt ongelooflijk. Graham Chapman, dus de eerste Python die gestorven is. Ja. Namelijk een notoir drinker en homoseksueel en alles wat je wilt.
En de beste acteur van een hoop. Ja, ongelooflijk. Hè? Maar die is dus veel te vroeg gestorven. Veel te vroeg gestorven, ergens jaren 80 of zo, ja. Heeft ooit gezegd, of zei, Graham Chapman zei ooit, het leven is een beetje als een jacht in de Caraïbe. Het is fijn als je er een hebt. Hoe goed is dat? Ja. Dat is heel waar. Dat maar een goede waar. Zin is dat? Dat is een perfecte zin om mee af te sluiten. Maar daar hou ik mij dan soms sterk mee. Dan denk ik van, ja, fuck ja, dat is waar. Ja. Oké, prima. Prima vind ik het. Ik vind het heerlijk. Wat doe jij eigenlijk deze dagen? Ik hou, de Joker is natuurlijk gesloten. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ik heb daar soms echt, hoe zeg je dat? Afkikverschijnselen van. Dus elke zondag en woensdag, ik was daar altijd. Ja. En zeker die zondagen en die woensdagen. En dan de eerste zondag dat ik niet moest gaan, dat is mind-blowing. Dat is echt, want ja, die heb ik, ik heb wel echt wel afscheid. Ik heb terug heimwee naar comedy, wat ook heel bijzonder is. Dat is, maar voor de rest hou ik me wel bezig. Met pretparents hebben we nog wat projecten die we opzetten en dat we daar nu al aan beginnen werken, zodat we zodra dat het helemaal voorbij is, dat we erin kunnen vliegen. Dat is wel nodig. Dat is wel heel veel voorbereidend werk doen, dat we vliegend kunnen starten zodra het kan. Dus dat is het ding. Hey, lieve vriend, we gaan de podcast hier, of de Fokcast of de whatever, gaan we hier stoppen. Wil jij, zie je het zitten om voor dit een vierkant tekeningetje te maken, wat ik als een foto kan gebruiken van de podcast, van ons tweeën, of van de podcast, of van jezelf, of zie je dat zitten om dat te doen? Nu? Ja, zo meteen, hè. Waar wij met twee tegenover elkaar bijvoorbeeld, of nu whatever. Zie ik het hier, dat pijltje, maar wat moeten we dan doen met dat pijltje? Om dat kun je jezelf groter maken. Maar op wat moeten we dan duwen? Nee, je kunt gewoon dat pijltje toch, je kunt gewoon dat venstertje groter maken. Als dat zwevend is. Er gebeurt niks. Ik zie wel dat pijltje, maar... Als het moet laten zweven, hè? Het is met zweven bij. Hey, ik ga nu niet Skype uitleggen aan het einde. Maar ik heb juist Skype geïnstalleerd. Aan het afronden. Ja, maar nee, wacht even. Dat wil ik nog kunnen, voordat we... Nee, maar ik kan de podcast af, dan kunnen wij door blijven skypen, hè? Snap je? Het is niet dat het dan voorbij is, het leven, hè? We kunnen nog blijven babbelen. Maar alleen de mensen gaan het moet er niet meer. Moet je dat dan met je muis groter maken? Of met je moet met je muis groter maken, ja. Dat gaat niet. Jawel, jongen. Nee. Whatever. Doet er niet lieve, toe. Dus, lieve man. Ik maak dan een tekeningetje voor jou. Ja, dat vind ik leuk. En we zien elkaar hopelijk snel in levende lijven. Oké, en wat moet er op dat tekeningetje staan? Dat mag je zelf bepalen. Jij en ik. Of ga je het live doen? Ja. All right, cool. Oké, dan wil ik het zien. Ja, ik ga een stift zoeken. Ik heb een stift. Ik heb Mark Bloem is overleden. Acteur... Ja, Lisbeth List ook. Lisbeth List is overleden. Mark Bloem is de acteur van Desperately Seeking Susan. Ah, oké. En speelde ook... In Crocodile Dundee. Dus twee jaren 80 iconeske films. Oké. Dus dat zijn zo nog wat nuttige weetjes tussendoor. Heb ik nog iets te vertellen? Nee, eigenlijk niet. Ik was een beetje door mijn dingetjes heen. Triestig. Ben je bij aan het tekenen? Ja. Ah, all right. Ja, het is... Dat is altijd, je bent altijd, ik heb echt, ik hou er wel bij hoor, al dat tekeningetjes die je ooit van mij gemaakt hebt, ik hou die altijd bij. Echt? Ja, en dan heb ik altijd heel grote wallen, wat ook zo is, want ik heb ook heel grote wallen, en ik heb altijd heel veel haar, en ik kijk altijd heel erg sip. Dat is een soort... Nee, ik val mee nu, ik heb u een lachend mondje gegeven. Ah, oké, dat is goed. Ja. En dan moet je jezelf ook tekenen, hè? Ja, dat kan ik niet goed. Ik lijk daar ook nooit op. Nee? Ja, wat je ook altijd zegt is dat je moeilijk, je kunt makkelijker mannetjes tekenen dan vrouwtjes. Ja, dat gaan niet, vrouwtjes. Waarom niet? Omdat veel vrouwen vragen, kun je mij dan ook eens tekenen? En dan denk ik, nee, want dan gaat het heel kwaad zijn. Ja, dat is de essentie van een karikatuur, hè? Dat is dat een beetje grappig is. Hè? Kijk maar zo, het is wel comical, hè? Maar dat is keiroe!
Dat is keigoed. Ah, wel, okay. Dan wordt de foto van de podcast. Keileuk. Oké, okay, moet ik daar dan een foto van maken die naar je moet je foto en dan doorsturen. Ja, ideaal. Ik ga mezelf nog een beetje stoppels geven. Alright, lieve vriend. Hey, keigoed. Kei fijn even te zien. Blijf goed. Alles goed. Ja, jij ook. Jij. Bye bye.